Alright. Yes. Nou, de sfeermakers bij de omweg in Assendelft bij Babbels Live 2023. Ja, nou, zoals ik jullie heb gehoord, het is waanzinnig en onvergelooflijk. Nou, maar wat op het t-shirt al staat, was 100% genieten was het. Ja, 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 niks aan gelogen toch? Dan begint hij toch weer, hè? Ja, Marco zegt nog, moet Bob aan het woord laten, dus ik pak heel even de microfoon mijn kant op. Het was fantastisch, het was één woord geweldig. Klein beetje warm, maar volgens mij, ja, het was geen tent, maar een heel veld, de veld op zijn kop gezet. Dus ja, 100% genieten. Nou, dat was ook te horen en te zien natuurlijk. Ja, we hebben de mensen voorbij zien huppelen in Polonaise. Dus. Maar hoe heb jij het voor elkaar gekregen? Ja, fantastisch. Ondanks het weer natuurlijk enorm warm. Maar het is gewoon zo'n onbeschrijfelijk gevoel. Als je daar op het podium staat en je danst en de gezelligheid met iedereen. Iedereen feest, iedereen geniet. Ja, dat is gewoon fantastisch. Ja, want ik zag jou, moet je van tevoren dan indansen of iets dergelijks? Het meeste is vaak gewoon freestyle, dus je doet eigenlijk maar gewoon, ja, zo wat. Nou ja, en dat ging goed, ja, het ging eigenlijk wel goed. En natuurlijk zijn we wel danseressen allemaal vanaf jongs af aan. Dus we weten allemaal wel wat we moeten doen, dus dat is wel leuk, ja. Nou ja, ik hoor dat de jongens heel tevreden over jullie zijn. 100%, het is 100% genieten, maar ook voor herhaling vatbaar, sowieso. Ja, ja, ja. Nee, ja, ik kan er weinig aan toevoegen. Het was genieten. Het was petje af voor de organisatie. Mag ook gezegd worden. Veel over gehoord inderdaad, maar echt een waanzinnig evenement hebben jullie neergezet. En mooi dat wij daar onderdeel van uit mochten maken. Dus snel door naar volgend jaar, toch? Lijkt me wel. Ja. Dat zijn hele mooie woorden. Ja, ja, dus ja, ik zou zeggen tot volgend jaar en dan nu lekker een biertje drinken. Even vocht aanvullen, hè? Even nou, ik dank jullie wel. En ja, jullie zijn de sfeermakers en dat hebben jullie laten zien. Nou, dus. Goed om te horen. Bij deze. Tot volgend jaar.